Het had zo mooi kunnen zijn. Martin Kluis vertrok dinsdag in alle vroegte na vele jaren voor de vijfde keer aan de start. Zijn eerste 50 kilometer. Maar het liep helaas toch anders. Vorig jaar moest hij op de dag van Wiegen zijn woonplaats ook al verstek laten gaan. Daar kreeg Martin de mededeling dat er een uitzaaiing was gevonden in zijn lever. We treffen Kluis op de wedren, waar hij zijn verhaal doet voor het Vierdaagse Journaal. En maandag of dinsdag was dat in Arnhem, werd ik niet helemaal, voelde ik me niet lekker. Ik werd wat zwart voor de ogen in Arnhem. Maar ik wilde het niet opgeven. Ik ben even bij de ambulance geweest, een kopje bouillon gedronken en ben weer doorgegaan. Had ik ruim 40 kilometer op zitten en toen ben ik alsnog, werd het weer zwart voor de ogen. En toen ben ik eigenlijk van de pijn flauw gevallen. En toen moest ik echt opgeven. Toen ben ik met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Netkanker is een vorm die heel weinig voorkomt in Nederland. Het is een hele sluimerende ziekte. Die 3 tot 5 jaar doen de mensen er meestal over voordat een diagnose gesteld is. En vandaar dat ik het zo belangrijk vind om mijn verhaal te vertellen. Dat mensen die al een paar jaar mee lopen met vage klachten, toch eens aan een arts moeten vragen van goh, zou het niet ook iets met een nettumor te maken kunnen hebben. Wat is netkanker precies? Dat is een hormonale vorm van kanker. En in tegenstelling tot normale vormen is dit een zeer langzaam groeiende vorm. Althans als je net graad 1 of 2 hebt. Wat? Met graad 1 en 2 hebben ook heel veel, zijn je overlevingskans eigenlijk heel groot. Mij werd verteld dat ik 95% overlevingskans heb. En dat is eigenlijk gewoon super. Want op het moment dat je dat bericht krijgt, dan denk je dat de wereld al vergaan is. Maar er is een hele goede patiëntenvereniging. Dat is, die is te vinden op www.net-kanker.nl. En daar is ontzettend veel informatie verkrijgbaar. En die weten ook goed waar je naartoe doorverwezen moet worden. Hoe vaak ben je nu uitgevallen vanwege een medische reden? Het is de eerste keer dat ik dit jaar uitgevallen ben. Maar het zou de vijfde keer geweest zijn dat ik hem ging lopen. Helaas. Hoe is het voor jou dan op het moment dat je weer moet stoppen omdat je lichaam zegt nee? Ja, dat is echt heel confronterend. En vooral omdat mijn idee erachter was, ik wilde de cirkel rondmaken met vorig jaar. En daar was het nog een beetje te vroeg voor blijkbaar. Dus dat was een behoorlijke confrontatie. En aan de andere kant, ik heb heel veel support gekregen van mensen op Facebook en via Twitter. Dat ze toch wel heel erg trots op me zijn. En dan denk ik, ik heb er toch maar 40 kilometer gelopen. En volgend jaar ga ik gewoon in de herkansing en dan ga ik er weer helemaal. Wat is het geheim van oudere deelnemers aan de Vierdaagse? Dat is wat de onderzoeker Maria Hopman probeert te achterhalen tijdens de 97e editie van het Nijmeegse Wandelfestijn. Zij zal gedurende de 4 dagen 50, 80-plussers volgen en daarbij letten op hun genen, levensstijl en levensinstelling. Ook zullen de kinderen en kleinkinderen onder de loep worden genomen. Hieruit moet blijken of generaties met dezelfde genen ook gezond ouder worden. Hopman onderzoekt al meerdere jaren de fysieke effecten van de vele kilometers bij deelnemers aan de Vierdaagse. Het Kadaster is de officiële routepartner van de Vierdaagse. Zij zorgen voor leuke feitjes over de route. Het Vierdaagse Journaal ging op zoek naar het kadasterkraampje op de wedren. Inmiddels hier 10 feitjes gehad. Vandaag ging het heel erg over het hoogste en het laagste punt van de route. Want er staat de derde dagroute, de 7 Heuvelenroute, bekend op. We hadden ook een feitje over vanaf dit punt is het nog 1322 meter langs de Duitse grens. Er staat echt een ambachtelijke grenspaal met een nummer erop. Als je dan een grensapp zou hebben, dan kun je ook die informatie terugvinden. Het zijn gewoon hele leuke dingen die bij de route van de dag horen. En in Wiegen hebben we bijvoorbeeld over de Huurlingse Dam gezegd dat de gemiddelde leeftijd 38 is in die wijk. Ook dat soort informatie is bij het kadaster verkrijgbaar. En dan hoor je reacties als van zo, dat wist ik niet. Oh, dan ben ik nog een jonkie. Of nou, gelukkig, want ik ben wel een senior. Maar de gemiddelde leeftijd is toch nog 38. Dus mensen betrekken dat heel erg op zichzelf. En die doen daar ook gelijk wat mee. Dan ga je niet beter doorlopen, dan ga je niet sneller doorlopen. Maar het is wel een sympathiek gebaar. Dus mensen hebben, kadaster, de glimlach. Dat is nou net het extra wat wij aan de route willen toevoegen. Dat is die meerwaarde die wij, die 45.000 lopers en al dat publiek, die enthousiaste mensen willen meegeven. En je hoort daar hele leuke, sympathieke reacties over terug na de hand. Meneer, heeft u de borden van het kadaster gezien? Ja, ik vind het wel op, ja. Enorm groot en interessante informatie. Toch iets om over te praten onderweg. Ja, dat is hartstikke leuk.
Wist u dat het vanaf hier nog zoveel meter is? Of dat er zoveel huizen staan en zo? Ja, dat vond ik wel geinig. Ik heb ze allemaal wel gedaan, maar ik kan ze niet meer onthouden, sorry. Ja, de borden van het kadaster, daar vond ik van dat er van alles op stond wat waar was. En in de onderste zin werd direct de geloofwaardigheid ontkracht. Hoe bedoelt u dat? Nou ja, boven staat een stelling en daaronder, ze nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor wat er boven staat. Dus ik verbaasde me erover dat wat er boven staat echt geschreven werd als een feit. En dat daaronder dan gezegd wordt, ja, maar of dat allemaal waar is. Dus je hebt flinke discussie gehad onderweg. Daar zijn we bijna 2,5 etappen mee bezig geweest. Ja. Het is wel heel leuk, maar ik zou die laatste zin gewoon weglaten. Ja. Dan staat er gewoon wat er staan moet. Dan staat gewoon de boodschap die bedoeld wordt en die is helder.